En Dempsey. Maar als Dempsey nog maar denkt aan de bal te komen, is daar onmiddellijk compagnie er bovenop. Lukaku een eerste keer. Ontdoet zich hier van zijn tegenstander. Romelu Lukaku. De Bruyne is voor de goal. Lukaku sprint naar het centrum. Lukaku legt af. Net De Bruyne nog. Kan hem meenemen. De Bruyne nu. Ja! De Bruyne! De Bruyne doet het dan. In de tweede minuut van de eerste verlenging. De inspanning van Romelu Lukaku. En wat is hij er blij mee. Romelu Lukaku. De Bruyne neemt die bal mee. En eindelijk. Eindelijk. Hij is dan toch te kloppen. Howard moet het hoofd buigen voor de goal van Kevin De Bruyne. En of België eindelijk loon naar werken krijgt. Ze is gesloopt, de Burcht Howard. Lukaku hier tegen de zijlijn. Zijn sterke lichaam gebruikt. Het was duwen van Bessler, maar hij bleef overeind. En dan het overzicht niet zelf getrapt. Hij is er ook meteen door, denk ik, Lukaku. Ja, inderdaad. Een beetje geluk natuurlijk dat hij nog bij De Bruyne kwam, want de pas werd onderschept daar centraal. Opgevangen daar bij de Belgen. Hazard, dat was getelefoneerd. Kan toch nog de bal bij Lukaku steken. En nu meegeven met De Bruyne. Daar gaat De Bruyne over de linkerkant. Lukaku schuift mee. Lukaku vraagt de bal. Daar is Lukaku. Daarin, ja! Het is de goal van Romelu Lukaku. Hij is er helemaal door nu, Romelu Lukaku. De twee vinden elkaar daar opnieuw. De Bruyne en Lukaku. Nu de ene de aangever, de andere de off-werker. Je t'aime maman, dat zegt hij in de camera. Daar is die goal van Romelu Lukaku. Wat is dat uitstekend gevoetbald opnieuw van Kevin De Bruyne. 2-0 en het doek valt. Headed for an exit in a round of 16. Bradley looking, shipping it over the top. The run is made in the box. Quick shot taken. That's the goal for the newcomer, Julian Green. Game on, USA. Julian Green finds his way in. That's why I said I wanted him for the present. He stays onside. It's a beautiful.